Hey, allemaal, vandaag Jorder van het Gamercast en welkom bij onze eerste Battlefield 4 video. En laten we meteen maar een team deathmatch starten. Dat vind ik eigenlijk chill om te doen, denk ik. Ik heb er net al een paar games geprobeerd te recorden. Alleen het is niet helemaal goed afgelopen. Het geluid speest hem de hele tijd. Ik heb geen idee waarom hij dat doet. Ik record met Elgato, zoals een aantal van jullie wel weten. Maar op de een of andere manier deed hij eigenlijk best wel raar de laatste tijd. Waardoor mijn stem, ja, ik weet niet, gaat haperen en uiteindelijk wegvalt. Dus ik hoor nu mijn eigen stem, dat is een beetje bout. Maar ik kan ermee wel in de gaten houden wanneer mijn stem ermee kapt, laat maar zeggen. Dus, nou, oké, alright, let's go. Battlefield 4, ik heb hem dus gehaald. Het is echt een ziek vet spel. Sommigen weten waarschijnlijk wel dat ik ook Battlefield 3 heb gespeeld. Maar ja, dat is een ander verhaal. Oké, we gaan nu dus een team damage spelen. Op de een of andere manier kiest hij steeds. Eerst gaat hij een map laden en vervolgens gaat hij een andere map laden. Ik weet niet waarom hij dat doet, maar het is zo. Dus nou, in ieder geval, hopelijk doet hij het gewoon. En dan kunnen we even een potje spelen. En nou, ik had dus in ieder geval, ik wilde graag mijn eerste game recorden. Dat had ik ook gedaan. Maar toen was het geluid dus ook weggevallen, net zoals toen bij GTA was gebeurd. Maar ja, in ieder geval, let's go. Eens check hoor. Hier binnen zitten sowieso enemies. Even kijken hoor. Ik zie niet zoveel trouwens, want mijn licht komt van buiten binnen, laat maar zeggen. Dus ik zie niet heel erg goed waar ik heen ga. Hier, die donkere plekken zie ik niet zo chill. Dus ik ga maar gewoon over gezoomd de hoek om. Alright, hier is een enemy. Die hebben we gepakt. Staat er nog een hier? Staat nog één? Oh crap. Oh, 6 health heeft hij nog over. Vies. Jammer, jammer, jammer. Een keer respawn. Nou, het is in ieder geval een super vet spel. Ik ben echt super enthousiast over. En ik hoop dat we een beetje een normale score kunnen neerzetten voor het eerste potje op camera. Alrighty. Enemies zullen ongetwijfeld hier aan de andere kant zitten. Even kijken hoor. Nee, ik zie hier nog niemand. Crap, ik zie het niet zo goed doordat het donker is. Oké. Hier tussen. Kunnen we hier tussendoor? Nee, kunnen we niet tussendoor. Omlopen dus. Waarschijnlijk zitten hier trouwens ook veel mensen op het dak. Het zal me trouwens niks verbazen. Oké, hier achterin zag ik geschiet. Ja, hier moet het. Ja, hier zit een enemy. Hier zit zeker een enemy. Die gaat naar boven. Dat gaan we dus lekker niet doen, maat. Oh nee, crap, we zijn gebackstabbed weer. Ja, wat iets is in deze game, ik word altijd gebackstabbed. Ja, ik backstabde net ook iemand anders op die ladder natuurlijk. Maar ja, waar ben ik? Ik zie niet zoveel. Hier kan ik naar boven, jup. Oké, alright, nice. Oh, wacht, dat is een enemy. Ik ga nou wat, joh. Oh, en ik ben serieus weer gebackstabbed. Oh my. Oké. Nou, dan gaan we denk ik 3 om 3. Dat vind ik niet heel chill. Maar kijken of we dat een beetje op kunnen krikken nog. De AK-12 is trouwens een heel chill wapen aan de ene kant. En je moet er wel een goede reflex mee hebben, anders, want het is niet geloof ik zo'n hoge damage. Dus je moet wel proberen snel te mikken. Oké. Oh, hier loopt een enemy. Dus die kunnen we hopen. Oh, wat? Oké, we killen elkaar. Dat heb ik nog niet meegemaakt. Maar anyways, respawn, please. En ja, vooral moet je ook naar de minimap kijken. Dat is ook wel belangrijk. Zie je ook waar de enemies zitten. Hier links zitten sowieso enemies. Ja, ik stond even stil, klopt. Ik zag daar iemand lopen, geloof ik. Ja, daar loopt iemand. Daar loopt iemand. Daar loopt nog iemand. Oh, ik heb hem. En ik word nu zelf ook neergeknald. Jammer. Geen backstep trouwens voor het eerst. Mooi. Oké, we staan 13-13 gelijk. Hopelijk kunnen we dit potje winnen. Alleen ik ga zelf ook nog niet zo heel lekker. 5 om 5. Dat is eigenlijk best bout. Maar ja. Oké, hier binnen zullen ongetwijfeld weer mensen zitten. Ik zie niemand. Oké, hier zit wel iemand in het midden, geloof ik. Even een beetje bukken. Beetje cover zoeken achter dingen. Oké, trouwens, alles kan kapot in Battlefield. Dat is ook wel vet. Het is best moeilijk trouwens om een live commentary hier zo toe te passen. Oh, crap, ik word gebackstabbed. Oh, man. Oké, we zijn weer gebackstabbed. Jammer. 5 om 6. Nee jongens, we moeten wel proberen key te spelen. Dat zou wel chill zijn. Right, let's do this. Oké, we spannen met z'n allen in een hoek, dat is bout. Ja, de enemy gaat ons omringen hier zo. Dus dat willen we liever ook niet. Nou, we hebben weer een kill, mooi. Medikit.
Of ja, die kan je oppakken en dan recoveren we een beetje. Hier, zoals je ziet, rechts onderin recoveren we weer. Oh, wacht, daar liep iemand enemy, geloof ik, of niet? Oh, wacht, friendly down, friendly down. Kunnen we hem daar assisteren, of niet? Ja, daar is de enemy, daar is de enemy. Oké, die kunnen we pakken, denk ik. Oké. Waar is die, waar is die, waar is die? Moet die ergens zijn? Ja, daar is die. Hoppa, oké, we hebben hem, nice. Hier komt nog iemand door het midden. Oh, trouwens, ik zag er iemand van het gebouw afspringen of zo. Dit is best wel een ziek spel, man. Het is echt gaaf. Kijk hoor, hier zit iemand ergens. Hier zit iemand. Of zit hij boven op het dak? Dat kan natuurlijk ook. Ik zie wel een enemy lopen hier. Ik zie wel een enemy lopen. Ja, komt hier. Ja, die hebben we. Mooi. Oké. Okay. Worden we gebackstabbed of niet? Nee, we worden niet gebackstabbed. Ik word een beetje misleid door mijn eigen headset. Want zoals ik al zei, ik luister nu naar mijn eigen geluid. Omdat ik anders het geluid waarschijnlijk niet opneem. Wow, hoe kan ik er zo mis schieten? Wat de hel? Wat de hel? Oké, okay, nou blijkbaar zag ik dus niet goed waar zijn lichaam zat, doordat ze donker was via het lichtval van buiten. Maar oh, wow, ik zie nu helemaal niks. Oké, waar ben ik? Oké, we kunnen hier een trap op. Oké, voortaan doe ik even mijn luikjes dicht. Dan zie ik tenminste wat. Oké, die is enemy down. Granaat, jongens. Kruid. Oh, daar loopt hij. Ja, hebbes. We kunnen deze reviven, dus niet. We zijn zelf down. Oké. Respawn, please. Dankjewel. We gaan het waarschijnlijk niet winnen. Nee, dat gaan we eigenlijk niet winnen. Maar het kan nog. 10 om 8. Niet heel goed. Maar het kan ermee door, zou ik zeggen. Het is Keith. Oké, hier kunnen we een trap op. Oké, enemies. Enige enemies hier? Nee. Hier binnen wel, denk ik. Hier binnen zit altijd wel iemand. Oké, ik ga een beetje van mijn teammates weglopen. Dan kom je meestal wel bij enemies terecht. Oké, nu in dit geval niet even op dit moment. Oké, nou laten we nog meer omlopen ofzo. Kijk hoor, is hier iemand? Nee, hier is niemand. Oh ja, wel, daar loopt iemand. Oké, die kunnen we pakken, die kunnen we pakken. Yep, nice, schot. Burstfire is heel belangrijk in Battlefield. Anders, ja, heeft het te veel recoil in wapen. En dan krijg je enemy die down natuurlijk. Duidelijk genoeg. Oh, daar loopt iemand. Daar loopt iemand. Hier, kijk, daar burstfire ik niet. Maar in het ideale geval doe je dat wel. Omdat je dan, ja, en kogels bespaart. Ja, en... Kak, wat wilde ik ook weer zeggen? Ja, ik hoor mijn stem dubbel, dat is heel bout. Dus ik ben eigenlijk even vergeten wat ik wilde zeggen. Maar ja, anyways. Daar werd ik door een shotgun gepakt. Beter gaat die gast down. Is hij down? Nee, hij leeft nog. Oh, nu is hij wel down trouwens. Oké, even snel medikit. Oh, daar loopt iemand. Daar loopt een enemy. Kunnen we die burstfire'en? Ja. Zie je? Burstfire'en helpt wel. Ja, en dan raak je meer kogels. Dat wilde ik zeggen. Nu weet ik het weer. Oké, hier kunnen we even iemand... Oh, niet meer reviven. Oké. Ik dacht, ik ga even iemand helpen, weet je wel. Laat ik een keer aardig zijn. Nice, die hebben we down. Hierachter zit iemand. Ja, daar loopt iemand. Oké, die pakken we vol. Nice schot alweer. Hier zit iemand. Oh, crap. Nog 30% health heeft hij over. Ah, jammer. Jammer. Maar we gaan wel steeds beter spelen, dat merk ik wel. Oké, 44, 48. Oh, en ik sta 15 om 10. Oké, dat is een stuk beter. Oh, wacht, ik word beschoten of niet? Ik word beschoten. Hier binnen zit iemand, denk ik. Nee, toch niet. Oké. Waar is de enemy dan? Let's hunt them down. Even kijken hoor, daar zit niemand. Nee, volgens mij niet. Ik denk dat ze allemaal op het dak zitten. Tenminste, een heel groot deel. Ze denken op het dak. Even kijken hoor, hier is niemand. Kunnen we hier doorheen? Trapje op. Ja, hier rechtsachter zitten sowieso mensen. Ja, op de minimap moet je ook kijken natuurlijk. Ze zitten links achter mij. Ah, nee, ze zitten volgens mij op het dak. Oké, hier is niemand. Nee, hier is echt niemand hè. Nee, nu zitten ze wel aan de andere kant denk ik, de enemy. Daar zitten geen teammates meer dan maar. Zeggen. Let me check. Even kijken hoor. Hier is niemand. Oké, misschien moet ik dan toch even het dak op gaan. Even kijken of ik er gewoon veilig op kan komen. Oké, wacht. Hier loopt wel iemand buiten. Wacht. Hier loopt iemand. Die kunnen we een surprise geven. Oh, oké. Hij gaf mij blijkbaar een surprise. Hoe wist hij dat dan? Dat ik eraan kwam. Oké, sneaky ninja. Trouwens, dit beeld is trouwens nog best mooi gemaakt. Hier, je hebt een heel overzichtje van de map. Dat is best chill. Oké. En de uitrusting. Ja, gewoon alle snufjes hier in de map zijn ook gewoon gaaf om te zien. Hier achterlangs. Trouwens, Ghost komt morgen uit. Die ga ik waarschijnlijk niet halen.
Maar wie weet, als ik ooit nog een keer in een bui ben, een Call of Duty bui ben, dan haal ik hem wel. Maar voorlopig nog niet, want ik heb er momenteel even geen behoefte aan ook. Hier loopt iemand, hier loopt iemand. Ja, die hebben we mooi. Enemy down. Dus voor de Call of Duty liefhebbers nog heel even wachten. Misschien haal ik hem nog, maar ik weet niet zeker nog. Oké, hier zit iemand op het dak. Die kunnen we er waarschijnlijk niet afkrijgen. Ik gooi gewoon voor de lol gooi ik even een granaat naar boven. En die het mezelf keren natuurlijk. Oep. En waar zijn de enemies? Hier beneden zitten enemies, denk ik. Oh ja, hier ergens is het gevecht aan de gang. Oh crap, ik word overal beschoten volgens mij, heb ik het gevoel. Ah, hier lopen enemies. Die is down. Die is down. En daar loopt er nog één weg. Daar loopt er nog één weg. Die gaat niet ontsnappen. Oh crap, ga ik wel ontsnappen? Oh ja, net. Nice. Medikit. Even een beetje recoveren. Beter weet niemand dat ik hier... Oh crap, jij weet het dus wel. Holy shit, reflex. Hier rechts lopen ook een paar mannetjes. Daar ben je, daar ben je, daar ben je. Nice. Got him. En we staan nu 67, 73 achter. Kom op, team. Beetje beter. Oh nee, crap, ga ik zelf weer dood natuurlijk. Jammer. Hij was een beetje aan het headglitchen daar beneden. Maar hij heeft hem met teammaat, dat is mooi. Oké, let's do this. Let's go. Hopelijk kunnen we... Ja, we kunnen nog best wel winnen op zich. Dan moet mijn team wel wat meer kills gaan maken. En minder vaak doodgaan. Hoewel, ik ben zelf ook al een aantal keer dood gegaan. Dus ik moet ook beter spelen eigenlijk. Oké. Waar zijn de enemies? Oké, hier gaat een teammaat dood. Dat betekent enemies. Oh. Even kijken hoor. Laat ik even een granaatje gooien. Kijken of dat wat oplevert. Hier loopt een enemy rond. Die gaat down. Daar is die. Hebbes. Oh, hier loopt nog een enemy. En er loopt nog een enemy. Ja, oké. Hebbes. Oh crap, nog een enemy. Nog een enemy. Nog een enemy. Holy shit. Onmogelijk om maar vier achter elkaar te pakken. Volgens mij pakken we daar drie toch? Of zoiets. Nou, redelijk in ieder geval. Ah nee, nu staan we 10 kills achter. Nee, dit wordt er niet meer, denk ik. Jammer, team. Ik had gehoopt om de eerste potje meteen te winnen. Maar, nou ja. Wat niet is, is niet, hè? Dus. Oké, waar zijn de enemies? Zitten nu allemaal daarachter of zo? Hier in het midden zitten er gewoon nog wel een paar. Oké, waar zijn jullie? Even hier een sneak peek. Daar loopt iemand. Komt hij naar binnen, ja of nee? Volgens mij niet. Nee, die komt niet. Daar loopt wel iemand. Die kunnen we pakken. Oké, wacht. De teammate hier. Waar is hij? Waar is hij? Waar is hij? Waar is hij nou heen gelopen dan? Ik zie hem niet. Oh, daar wacht. We worden gebackstabbed of niet? Ja, we worden gebackstabbed. Oh, hij heeft hem al met die maat, denk ik. Ja, nice. Oké, daar zat nog iemand. Ja. En we kunnen even iemand reviven. Misschien is dat wel aardig. Twee mensen revived. Sweet. Oké, zit hier nog enemies? Ja, daar staat zelfs iemand. Hoppa. Weer iemand down. Oh, in mijn rug. Misschien staat boven trouwens op het dak. Maar misschien staat hij hier beneden. Wacht, was hij toch ergens een trap naar beneden? Oh, wacht. Ah, oh, we hebben verloren. Oh, jammer. Nou ja, oh wel. Volgens mij is mijn score niet heel slecht. Even kijken hoor. 24-13. Nou, had misschien iets minder deaths mogen zijn. Maar in principe wel prima aantal kills voor de Team Deathmatch. Hier, zoals je ziet, ik ben pas rank 3. Dus ik heb nog niet heel veel gespeeld. Oh, trouwens, zijn promoted. Oh, dat heb ik niet eens doorgehad, joh. Nou ja, level 4 nu dan. 24-13 dus. Ik hoop dat jullie het een beetje leuk vonden naar te kijken. Trouwens jongens, nog even één ding. Ik heb het behoorlijk druk deze week ook weer. De reden waarom ik vorige week niet zoveel had geüpload is omdat ik gewoon bijna geen tijd had. Maar in ieder geval, ik probeer zoveel mogelijk te uploaden, dat jullie dat weten. Maar in ieder geval, ik wil je voor nu bedanken voor het kijken. En ik zie jullie in de volgende video jongens. Laters.